niet overdreven, nee. Welkom bij de tweede reeks filmpjes waarbij wij als Tinnitus Team de betere, wel, betere metalbieren proeven. Het is toch de bedoeling dat het de betere bieren zijn. De vorige keer was een klein beetje een tegenval, hè, Matthias? Dat klopt, ja. Goed, eerste bier voor deze nieuwe reeks. Het Slayer 666 Red Ale. Het is een rood bier. Het is gebrouwen door een Zweedse brouwerij. En dat is de Neil Oscar Brewery. Wij als Bourgondiërs, wij vergelijken het bier direct met een Rodenbach of zelfs een Rodenbach Grand Cru. Met een Petrus Roodbruin of een Van de Hinste Roodbruin. Of de Cuvée Jacobin. Drink je die graag, Matthias? Ik drink die heel graag. Ja. Dus de lat ligt vrij hoog. Maar ik weet nu eigenlijk al dat het niet zo lekker zal zijn als een Cuvée de Jacobin. Eet gesnuffeld? Nee, maar bon, Cuvée de Jacobin is bij de top, hé. Eenzaam aan de top. Ja, nee, dus, dat is wel een feit. Dus voor ons, wij houden wel van de betere rode bieren. Ja, de lat ligt vrij hoog. Dus, maar ik zal u helpen met de verwachting nog wat naar beneden te trekken. Die brouwerij is vooral gespecialiseerd in 0,0% bieren. Ze hebben 0,0% een paasbier, een kerstbier, een pale ale en een bruin bier van 0,0% alcohol. Hoeveel procent alcohol is deze? Deze is... rond de 5? 6,5. 6,5, kijk eens daar. Voilà. Ongelooflijk. Mm-hmm. Dus gemiddeld maken ze bieren van rond de 5%, zelfs iets minder dan een gewone pils bij ons. Ja. Ja, ze maken pilsners en weissners en 0,0% bier. En ze maken ook het bier voor Slayer. Ja. Dus, de geur is al niet onaangenaam. Ja? Ik verwacht echt zo een flauw afkooksel van een rood-bruin bier, zoals wij het gewend zijn. Het heeft iets fruitig. Ja. We doen echt wel gewichtig, hè. Nu. Dat klopt, ja. Had je anders verwacht? Heb... Nee, uiteraard niet. Ik durf niet proeven. Dit is een IPA van smaak. Ja. Dat smaakt totaal niet als een... Nee, als een rood bier. Je volledige referentiekader is volledig fout. Het heeft niet te maken met rood brug. Toch niet dat Vlaamse rood dat wij... Dat het is ook een beetje... Litchi? Ik denk vooral... Voor mij is het een IPA. Een IPA, die een vrij droge IPA eigenlijk. Het is vreemd dat er nergens een verwijzing op staat naar IPA. A red ale of the highest quality and distinction. 5 different malts. Nu, wat ik sowieso weet te zeggen, hè, dat is tot nu toe het beste bier dat we geproefd hebben. Dat wel. Het is dat echt wel. Moet eerlijk zijn, het eerste moment, omdat ik ook totaal iets anders verwachtende was, door je misleidende introductie. Ah, nee, maar bedoel, rood bier? Want ja, maar... Als jij aan een buitenlander gaat vragen wat een rood bier is en hoe het smaakt en wat de smaakreferenties daarvoor zijn. Nee, dat is waar. Dan ga je toch naar ergens fruitig, naar zuur. Maar het is totaal iets anders dan de rood-bruine bieren die we... Wel, het is rood van kleur in ieder geval. Ja, het is rood van... Het is red ale. Nee, ik ga niet zeggen dat ik dat nu de hele dag ga kopen of drinken. Zeker niet, maar... Dit kan ik zeker aanraden. Ja. Als bierliefhebber zijnde. Hou je enkel van Jupiler, dan zou ik dit niet drinken. Nee, maar... Eerlijk waar, het kan erdoor. Hè. Kevin, ik weet niet meer wat dat onze hoogste score was de vorige keer. Of dat we zijn niet boven de 3 op 5 geraakt. 3 op 5? Wel, dat is op zijn minst toch ook een 3 op 5 waard. 3,5. Ja. Het blaast me wat van de sokken, omdat het totaal niet is wat we ervan verwachten. Nee. Het is in maar het is wel, het is echt wel, ja, dat kan ik echt wel aanraden aan iedereen die wat bierliefhebber is. Die fan is van de betere IPA misschien zelfs. Ja, het is ook op zich geen lelijk flesje. Kijk, laten we zeggen, tussen de 3 en de 3,5 op 5. Dus zeker te pruimen. Absoluut. Voilà. Santé. Santé. Tot de volgende keer. Ja.